Dit is Guido Huijers. Na zijn IG-gitaar, 15 meer tijd in dit jaar zelf gemaakt. G2 zijn er examen. Zo is ook een bewijs Guido dat hij als jonge starter en innovatief uit de hoek kan komen. Ook in niet voor de hand liggende markt. Alles begint eigenlijk hier met schetsen. Als een klant bijvoorbeeld een bepaald patroon wil, of een tekening of elementen wil laten terugkomen, dan teken ik daar heel het ontwerp rond. En daarna wordt het uitgesneden. Guido is een self-made ondernemer, een autodidact. De kiem van zijn ondernemerschap ligt in het feit dat hij zich stoorde aan het beperkte aanbod aan gitaarmodellen op de markt. Ik ben van opleiding ben ik grafisch ontwerper. En ik speel al bijna 10 jaar gitaar of zo. Er waren maar weinig modellen die er echt uitspringen. Je ziet altijd dezelfde modellen terugkomen. Ze zijn altijd gewoon gelakt. Ik probeer nieuwe dingen te doen met olie, met aluminium, decoratiestukken erop. Ik wil wat meer wat creatievere gitaren zien. Nu is hij dus zijn eigen baas bij Stradlin Guitars, genoemd naar en een eerbetoon aan de eerste gitarist van Guns N' Roses. Het is een hele grote stap geweest voor mij om zelfstandig te beginnen. Het heeft natuurlijk zijn voordelen. Je kan zelf je tijd invullen, de dingen die je doet, maar het is ook meteen het nadeel dat je zelf overal verantwoordelijkheid voor moet nemen. En het is een grote stap geweest, ja. En de jonge starter is meteen erg ambitieus. Mijn droom is eigenlijk om een gitaarmerk uit te bouwen tot een bekende naam. Dat mensen de naam zien en denken van, oh, dat is wel, moet een goede gitaar zijn. Dat mensen naar op zoek gaan en dat er ook bekende artiesten op gaan spelen. Op 24 november neemt Guido Huijers het op tegen de laureaten uit de andere provincies om te strijden voor de titel van de Vlaamse starter van